Brabant lijkt meer en meer het creatieve centrum van Nederland te worden. Met de Dutch Design Week en het Strijkfestival in Eindhoven, het Graphic Design Festival in Breda en in Brabant zijn diverse opleidingen in de digitale industrie. Deze week is in Eindhoven en Tilburg het 6e Playgrounds Digital Art Festival. En daar komen de beste digitale ontwerpers uit de hele wereld aan het woord. Te gast is oprichter en festivaldirecteur Leon van Rooij. Van harte welkom. Dankjewel. Leon, vroeger gingen we nog zeg maar naar een galerie toe, dan zagen we een prachtig 2D kunstwerk hangen. Daar gingen we met z'n allen naar kijken. We zijn een hele nieuwe wereld ingedoken met z'n allen. Vertel eens. Nou ja, de ontwikkelingen gaan tegenwoordig heel hard. Zeker ook op het gebied van digitale kunst en ook film en media. Waar vroeger nog iedereen gewoon naar tekenfilms zat te kijken. En met die getekende papiertje, je kent het wel, een potlood à la Disney. Mm-hmm. Zie je nu allerlei nieuwe ontwikkelingen en digitale tools als games en virtual reality brillen. Nou, er zijn een aantal hele interessante ontwikkelingen over. En die laten wij zien tijdens het festival. Oké, om een beetje een indruk te krijgen, even meekijken. Ja, het is heel breed als je het zo ziet. Kun je eens wat concrete voorbeelden noemen waar we dan aan moeten denken? Concrete voorbeelden zijn games. Dus je zag net een klein stukje van Tear Away Little Bit Planet. Dat is een goed voorbeeld van een digitaal product. Maar wij proberen eigenlijk de nieuwste ontwikkelingen op dat gebied te laten zien. Je ziet eigenlijk tegenwoordig was alles op schermen en op televisie. En wij proberen eigenlijk zoveel mogelijk die beleving centraal te stellen. Dus wat je net zag ook in de promo, dat zijn live performances. Waarbij mensen met computers op schermen projecteren, waar mensen doorheen lopen, tussendoor lopen. En in het avondprogramma in Tilburg zijn dat een aantal voorbeelden die je bij ons kunt meemaken. Oké, en dan eventjes naar onze provincie. Hoe belangrijk is Brabant überhaupt in deze grote animatiewereld? Nou, in deze grote animatiewereld, kijk, van oorsprong was de eerste animatieopleiding, die was in Tilburg. Mm-hmm. En ik was een heel klein mannetje in Nijnsel die zich kapot verveelde en eigenlijk altijd zat te tekenen. En ik wilde heel graag leren, net als van die Disneyfilms, hoe dat moest. Nou, en in Tilburg zat een opleiding. En al heel snel, die werd gegeven door Gerrit van Dijk, die is helaas overleden. Maar daar leerde je echt op de klassieke manier tekenen. Ja. En dat is eigenlijk die intree van de computer op alle kunstacademies. Nou, die zorgde ervoor met Photoshop, met Premiere, dat mensen eigenlijk steeds meer daarmee gingen experimenteren. Nou, dat had een enorme invloed, ook dankzij het internet, op de hoeveelheid beeld die gemaakt moest worden. Mm-hmm. Dus je zag ook allerlei opleidingen op dat gebied ontstaan, ook vooral in Brabant, want wij zijn echte makers, doeners en we hebben een goed oog. En op die manier hebben wij toch een aantal hele bekende namen kunnen afleveren in de wereld, waaronder ook Belinda van Valkenburg. Zij, zij komt uit Os. Zij werkt bij Pixar en zij zal ook bij ons op het festival komen spreken. Pixar is echt een van de grootste animatiestudio's ter wereld, hè? Ja, van films van? Nou, films als Toy Story, Nemo, Ratatouille, Monsters University, Cars. Nou, ik denk dat de kinderen thuis en ook veel volwassenen ze allemaal kennen. Inderdaad, maar doen wij dan een beetje mee als Nederland, behalve dan Belinda? Nou, wij zijn redelijk klein in de industrie. Je hebt natuurlijk Hollywood en Engeland en China, die zijn ontzettend groot op dat gebied. Maar de creatieve pareltjes, de echte goede mensen die vernieuwen, die weten toch, komen steeds meer uit Nederland. Bijvoorbeeld de leeuw uit Life of Pi. Ja. Die is gemaakt door Erik-Jan de Boer, een Nederlander. Nou, Belinda, die zit bij Pixar. Zo zitten een aantal regisseurs ook in Engeland en in Hollywood. Okay. Justin van der Lek, die zit bij Werta, die maakt Lord of the Rings. Ja. Dus er zitten echt Nederlanders op specifieke plekken. We doen het heel goed. Als we dan even kijken naar het festival. Hè? Het is in Eindhoven, het is in Tilburg en het is in Amsterdam. Ja. Waarom deze drie plekken? Nou, Tilburg, omdat ik daar van oorsprong ook de plek ben begonnen met het festival. Mm-hmm. Dus daar staat de wieg van het festival. Daar zitten natuurlijk podiumkunsten, daar zit een kunstenacademie. Daar zit een hele leuke, interessante, creatieve scene. Nou, die deuren en die lijntjes zijn heel kort. Dus je kunt op een hele mooie manier snel programma maken. Nou, echt een creatieve hotspot. Eindhoven met het strijpterrein, met het Natlab, met het strijpfestival.
Daar zitten heel veel creatieve mensen. Nou, en in Amsterdam, waar de industrie natuurlijk zit. Wij proberen die drie steden eigenlijk met elkaar te verbinden. Okay. Zodat die makers elkaar ontmoeten, maar ook het publiek op een hele leuke manier. Elke keer weer op een interessante plek in Brabant. Want je krijgt als het ware echt een kijkje in de keuken van het maken van zo'n animatie. Door middel ook van de artist talks. Dus ja. De grote artiesten die vertellen hoe dat ze het echt maken. Ja, ze tonen eigenlijk het geheimen van het vak. Dus het is een, die mensen komen niet vaak naar Nederland en zeker niet dat je ze live ziet. Er zijn veel making-offs op dvd's. Mm-hmm. Maar bij ons ben je in staat om de making-off echt live te bezoeken. En hoor je allerlei dingen die je normaal gesproken ook niet te horen zult zien. Of zult horen. Ja, ja. Maar als je nou bijvoorbeeld helemaal niet in deze business zit, of net als ik weet er heel weinig van, kun je dan toch een leuk evenement hebben? Ja, want heel veel mensen zijn verbaasd hoe simpel dingen gemaakt worden. Een voorbeeld daarvan is ook Niels Kellen en Gustav Hogen. Dat zijn de mensen die vroeger de Muppets maakten, maar ook Babe, Pig in the City, die ken je ongetwijfeld. En hun laten eigenlijk zien met wat voor een beperkte middelen en hoe eigenlijk creatief ze zulke soort poppen tot leven brengen. Dat ook voor de leken is het gewoon heel interessant en heel grappig om te zien met hoe soms professorische middelen al zo'n ontzettende grote belangrijke Hollywood effecten gemaakt worden. Soms schrik je ervan hoe simpel het in elkaar zit. Maar daar zit ook de creativiteit en het vernuft van die mensen. Kijk, leuk om te zien. We zijn een klein beetje meer op de hoogte. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan.